Jij hebt wel een pistool. Een pistoletje. Een pistoletje. Je pakt je boterham. Is die goed? Daarmee moet je pils maken. Ja. Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe aflevering van For The Win, het gamingprogramma waarin we elke maand bekende YouTubers, of influencers, welke titel jullie willen. Dat dacht ik al. Ik voel een beetje een ondermaag. Precies. Ja. Niet helemaal lekker daar hoor. Die wil tegen elkaar laten gaan battelen. We hebben deze keer nog steeds Harm en Joost. Welkom jongens, leuk dat jullie er zijn. We hebben de vorige keer Fortnite gespeeld, dat was een hele leuke aflevering. Als je die nog niet gezien hebt, check dan even het i'tje hierboven, want ik ga natuurlijk niet voor jullie spoilen. Santino, we gaan vandaag ook een interessante challenge doen. Ja jongens, we gaan vandaag Overwatch doen. Ik weet niet of jullie daar een beetje mee bekend mee zijn. Nou, ik heb de game heb ik eigenlijk één keer gespeeld en ik ben kapot slecht. Hey, maar dat is wel ervaring. Het is namelijk een shooter game bestaande uit 27 characters die allemaal een unieke ability hebben, unieke wapens, maar ook een unieke eigen stijl hebben. Dus je bent een tanker kun je zijn, je kunt een healer zijn, je kunt een attacker zijn, je kunt noem maar op zijn. Met allemaal gekke ultimates en weet ik van wat allemaal, dus dat is helemaal mooi. De challenge van vandaag is dat je per kill die je maakt 10 punten krijgt, maar per death een punt eraf gaat. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dat vandaag gaan doen, jongens. En? Dan moeten we lukken toch, Joost. Santino, ze mogen alleen maar met Mercy spelen. Dat is waar. Jullie mogen ook alleen nog maar Mercy is een healer. Wie is Mercy? Mercy heeft een pistool. Die stok met die straal. Kan je daar mee rammen? Nee. Helaas niet. Jij hebt wel een pistool. Een pistoletje. Je pakt je boterham. Is die goed? Daarmee moet je kills bij. Nee. Kom maar. Het is een support, dus waarschijnlijk ga je... Maar je hoeft dus niet te healen, dan krijg je geen... Nee, je krijgt gewoon per kill krijg je gewoon 10 punten en gewoon per death krijg je min 1. Ja. Okay. Er zijn ook nog een paar leuke dingetjes, want we hebben ook 2 bonusvragen aan jullie gesteld. Die gaan we aan het einde van deze aflevering aan jullie... dan gaan we de antwoorden aan jullie vertellen. Ook aan jullie trouwens, voor de mensen die het thuis weten. En daar kun je ook eens 5 bonuspunten mee verdienen. Okay. Dus het kan allemaal nog leuk worden hoe het allemaal zou gaan. Dus ik ben heel erg benieuwd jongens. Ik zou zeggen, start een potje. Joost, let's go. Let's do it! Joost, eerst een bonusvraag voor jou over de puntjes. Welke karakters uit Overwatch zijn Australisch? Australisch? Ja. En een meerdere. Er zijn echt inmiddels zoveel karakters, hè. Ja. Hoeveel zijn het? Kan je dat zeggen? 17 volgens mij. Nee, hoeveel mensen er Australisch zijn? Oh, het zijn er 2. 2. In totaal 17. Oké, ik kan me de trailer herinneren dat ik 2 van die gasten hoorde praten en dat klonk wel heel Australisch. Dus ik denk Junkrat en Roadhog. Oké, aan het einde van de aflevering hoor je of het goed is. Oké. We zijn een potje gejoined, we spelen op de map Fox Kaya Industries. Goed zo, ja. Mercy. Dus ik ben heel erg benieuwd. Je bent een healer, maar je moet kills pakken. Gewoon de hele tijd gewoon spammen met een pistol. Wow. Tuurlijk. We spelen attack en defense. Volgens mij zit jij nu op de attack side. Ja, je zit op de attack side. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. We wisselen om op de helft, dan gaat Harm de andere helft doen. Ja. Oké. Dan ga ik even verdedigen. Ja. Jij mag verdedigen, ik ga aanvallen. Jij denkt, ik zet die gekke attack booster alvast op. Ja, tuurlijk. Ik moet wel mijn team even pushen. Slim. Ga nu even pushen, hij is een healer. Onze voice zet dat ook weer aan. Hallo team, I am ready to rumble. Are you ready as well? Iedereen heeft zacht don't carry yo's, please. Eyo! Ik weet niet of ze Eyo zeiden, maar... Ik denk dat iedereen ons gemute heeft. Oh. Ik kan het begin af. Ik denk het ook, ja. Niemand mag je meer. Heel boost. Nou, 10 seconden. Let's go, boys. Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Hello, my homie. Hello, my friend. Hello. Thank you for saying hello to me. I need healing. I will heal you. Soldier, where are you? Waar komt dit de Russisch accent er eens vandaan? Man. Yes. He needs to heal us. Oh nee, there's a guy. He's already dead. Yes. Nice. Met dit soort dingen zet ik ook meteen een Russisch accent op. Oké. Ik ga eventjes naar hem toe vliegen, want dat is natuurlijk wel een goede doel. Ik zal meteen viewen. Nee, helaas. Dat is geen kill voor mij. Weet je, ik heb het geprobeerd. Ga voor de pluspuntjes, hè. Oké, we moeten even... Hoeveel puntjes krijg ik voor een attackie? Ik ben heel erg... Pak hem, dat is een battle. Heeft hij last? Ja, dat is er één. Dat zijn 10 puntjes. Komt je maar. No. Dat is een horse. Paardje. Oi. Paardje. Oh, dat is dit. Headshot. Oké. Kom maar even. Oh, shit. Kom maar eventjes. Gaat hij op? Oh, Junkrat komt er even bij. Nee, dat is geen punt voor mij. Wat doet hij? Hij zit hier. Dit is een shield. Pak hem. Hallo? Ja, dat is het. Nee, dat is een assist. Jammer, dude. Ik wacht dat je dikke headshot. Ik ga even mijn maat healen. Hé, jullie zijn wel een check van pakken. Dat is goed. Jullie zijn wel aan het winnen, ja. Sowieso. Maten en broeders. Nippo's? Hello. Nippo's. Hoppakee! Ja, dit is voor mij! Dude. Lekker. Je hebt nu al gewoon 2, hè? De one hit. Ja, kom maar even, Picky. Ik denk dat Mercy echt voor de one hit is. Kan iemand spotten die bijna neer is?
Ze hebben niet eens in de gaten, Joost. Nou, nee. Misschien Reaper nu. Kunt die Reaper dan? Die kun je ook doen. Ja. Hoppakee. Nee. Soldier. Soldier, nou moet je even normaal doen. Die zit allemaal kills te stealen. Ik ga niet meer jullie kills, Soldier. Ja. Ja, ik heel gewoon haar. Bro, wat zijn je teammates? Of wat? We spelen echt tegen level 1 guys, hè? Oké, daar gaan we. Waar zit die? Oh, hij is al dood. Gaan we nu al gewoon winnen? Kijk, dat is wel een beetje een probleem. Want als we nu al gewoon winnen, dan kan ik geen kills meer pakken. Ja, maar Signatus heeft mijn kills stelen! Deze is voor mij. Come on! Ja! Nee, Soldier! Ik word helemaal wild. Ja, maar je hebt ons nog 20 punten, hoor. Niet zeuren. Hallo? 20 punten, geen minpunten nog, hè? Dat is dikke prima, hè? Op zijn koppie. Lekker, jongen. Lekker. Ja, wat is dit, joh? Mercy is ineens een DPS. Mercy DPS main, let's go. Maar nu ben ik al klaar. Ja, dat wordt wisselen dan. Maar je hebt 20 punten, Joost. 20 voor Joost. Ja, maar hoeveel killsteals, eerlijk? Ja, nee, maar... Joost, Koenka. Ja. Wat is de catchphrase van McCree als hij zijn ultimate doet? Het is hoog known. En dan hij noemt het hoog known. Het is 12 uur! Waarschijnlijk iets goed, maar je hoort het aan het einde van de. Dat mijn antwoord is high noon. Oké, we gaan aan het einde kijken of het goed is. Oké, Harm. We hebben twee bonusvragen voor jullie, voor een paar bonuspuntjes. Yes. Ik heb alvast één vraag klaar. Alright. Welke characters uit Overwatch zijn Australisch? Ja, dat weet ik niet. ik ken geen characters, ik speel de game niet, dus ik zit na te denken, maar ik weet eigenlijk niks. Ik geef je een tip, zijn er twee. Het zijn het ik weet niet of je er wat mee kan. Ik weet er niet eens één. Nou ja, misschien weet je dat met deze video wel. We zullen het zien aan het einde van de video. Oké, we zijn een ander potje gejoind, want Harm is helaas net gekickt uit het potje. Zo slecht is hij. Zo slecht was hij. Je zit wel aan de tekstuit en we spelen dit keer payload. Dat is gewoon een game mode waarbij je de payload of ja, zeg maar jouw de car. Karretje. Inderdaad, we gaan vervoeren naar de einddoel. Dus ik ben heel erg benieuwd. Joost heeft net 2 kills gemaakt, gelijk aan 20 punten. We hebben straks ook nog een paar andere punten die we nog kunnen gaan delen. Van de quiz. Dus ik ben heel erg benieuwd. Let's go! Je moet 2 man killen, het is te doen. Als je en niet dan 2 kills hebt, dan... Maar mag niet dood, gewoon gelijk 3. Ja, anders moet je gelijk. Ik ga gewoon kills stealen, jongens. Iets wat bij Joost. Kijk, hier vallen die ballen op. Wat is dat? Van bal! Nee, gooi het niet. Goed zo, gewoon incasseren. Oh, we spelen trouwens geen payload, we hebben gewoon weer objectives. Zie ik. Oh ja, ik heb het eigenlijk wel zeker. Dus het is eigenlijk exact hetzelfde. Ja, wel prima. Zeker. Nou, dan is het wel. Wat is die bal? Ik weet gewoon niet. Die moet je gewoon koppen hebben, het is voetbal. Hier, ga Hanjo. Oh, kijk. Kill Hanjo even. Hij is wel wiek. Oh nee, hij wordt kill. Hanzo, je bent bijna dood, Harm. Ik ben bijna dood. Je bent bijna dood. Hier, heal die aap even. Oh, dat heb je Diva. Min 1. Dat is al min 1. Je moet nu al 3 kills pakken. Are you kidding me? Maar nu mag ik 9 keer doodgaan. Dan moet het eigenlijk niks, hè? Nee, nu maakt het eigenlijk niet uit. Pak dood staat, hè? Dat klopt. Nee, precies. Ja, dat is wel een relay. Die hele team sterk hard. Ze hebben je nodig. Kom op. Je moet wel healen. Nee, ik ga niet healen. Dan krijg je toch geen punten voor. Ja, maar zonder je team. Nee, hou lekker. Het is een teamspel. Inderdaad, je moet de objective ook hebben, hè? Of het is een simpel om de objective niet te pakken. Je moet 3 kills doen, ze zijn net als klaar. Oh, heb ik dat? Ja, kijk, dat is een killsteal. Dat zijn 9. Dat was 1 killsteal. Hoppakee, nog 2 te gaan. Harm is gewoon die soldier uit jouw game. Joost. Ja, inderdaad. We zijn wel 9 punten. We moeten even op letten. 9 punten, ja. Min 1. Oké, dus daar een... Van min 1 naar 9. Oh, lekkere 1 hoor. Lekkere 1. Yo! Yes! Oké, nice. Waarom gaat het bij hem wel zo makkelijk? Dude, ik heb deze kill volledig zelf gepakt, hè. Hij heeft 2 punten minder dan jij hebt nu, hè? Ik moet sowieso nog eentje inderdaad. En dan ga ik gewoon campen. Kun je doen, Moet je wel even een killtje pakken? Kun jij mij even die rode hard? Nee! Close. Joost is nu ook dood gegaan, hè? Maakt niet uit, dat maakt hem niet uit. Ik heb nu nog 7 keer. Het is maar 1 puntje af. Nee, ik vind het wel goed, als je nou gewoon 7 keer dood kan gaan, dan is het wel nog een extra kill maken. Ik zit wel mooi nu blind te doen en 7 keer dood, maar dat is best wel mogelijk dat ik nu nog 7 keer dood kan. Ja, oké, maar wil je dat? Ja. Joost wil het. Het mag. Ik wil gewoon een kill steal. Hier, schiet maar op je teammaten. Gaat hij voor landen? Dude! Ja hoor! Dat is de machine. Dat is de machine. Diva suit. Rustig. Die kreeg ik ook niet. Ik weet niet eens wat een Diva suit is. Ik weet niet eens wat dat is. Ja, nu is het klein. Diva is zeg maar een character die in een hele grote machine zit.
Maar als je misschien kapot schiet, ja, dan komt hij eruit en dan kan zijn gewoon nog schieten met een pistol. Deze is mij. Ik hou dan een vraagje, hè? Ja. Hoeveel Fortnite heb jij wel gespeeld? Nee, je moet de vraag. Nice, juist. Very nice, oké. Okay. Gaan we weer, jongens. Oh, kom. Maar volgens mij zijn shooter games niet echt jouw ding, of wel? Oh, dankjewel. Dat was gewoon een vraag. Met COD heb je wel gewonnen, nevermind. Ja, ik win al. Kijk. Nee. Ik heb was een assist. Ik heb weer niet te pakken, jongens. Wat een gezeur. Hey. Kom. Ja, wacht even. Die moet je kunnen pakken. Ga erin. Deze moet je kunnen hebben. Ja. Nee. Dude. Oh, hij hield zich. Hoe heb jij dat net gisteren gezien? Ik zweet het niet! Ik zit zo aan het spammen, man! Die had je zo moeten hebben. Die triggerfinger dan. Dude! De game is bijna voorbij, of niet? Ja, je moet even snel spannen. Ja, je hebt wel beter zijn kontjes, pik. Ja, nee, dit staat nergens op. Hoeveel punten heeft hij, jongens? 15. Hij zou 14 gaan. Moet wel bijblijven, hè. Ja, hij kan zich nog 4 voorloven als hij gewoon maar 1 kill pakt. Come on, dude. 1 kill, dat is 20 seconden. Doorlopen. Ja, ik loop door. Ik loop zo snel als ik kan. Druk hem L1. Wat is dat? Oh, ja, gevallen. Gewoon binnen in de bed. Yo. Ja, doen. Nee. Hij stond dus in die zomer met die gun te slaan. Oeh. 7, 6. 5, 4. Nee, het is overtime. Nu moet je op de objective blijven, wil je overtime houden. Ja, dus blijf bij A staan als je de overtime houdt. Is dat high noon? En ik zou het zo waar dat je teammaat probeert te resten. Ze gaan allemaal dood, zie je dat? Ja, je teammaat gaat allemaal dood, de overtime gaat zo omlaag. Weet je wat? Ik ga team play. Oh, de overtime gaat snel. Eén iemand moet op. Druk hem even op. Ja, lekker. Ik ga erop. Kom, jij hebt hem. Oké, nu moet je kill. Pak die Hanjo. Dat is Hanjo. Get Hanjo. Niet zo! Zo close! Dude, nee, het is over! Het is over! Oh my god! Dan gaan we meteen door naar de volgende vraag. En dat is namelijk, wat is de catchphrase van McCree wanneer hij zijn ultimate doet? Van, waarvan? McCree. Ik ken wel wat ults, maar... Nee, ik weet het niet. Het is vrij spannend, dus quizvragen kunnen nog een verschil maken. Jullie hebben allebei 2 kills, dus dat zijn 20 puntjes. Harm, je bent wel 8 keer dood gegaan, gaan er 8 af, dat zijn er 12. Maar de quizvragen. De eerste quizvraag was, welke karakters uit Overwatch zijn Australisch? Dat waren Junkrat en Roadhog. Joost, die had je goed. Het zijn 5 puntjes voor jou. Ik had hem bijna, hè. Het zijn 5 puntjes voor jou. Ik had hem bijna. Dat zijn geen puntjes. Dat was de andere vraag. Dat zijn geen puntjes inderdaad. Nee, de volgende vraag was, even kijken, wat was de catchphrase van McCree? Ja. Jij zei, it's high noon, of high noon. Of weet ik voor wat je eerst zei. Hoog noon. Maar, ja, hoog noon. jij zei, it's high noon, en jij wist hem helaas. Jij zei pas. Maar dude, dat is niet de catchphrase. Iedereen kent high noon. Ja. Ja. Waarom zei je dat niet? Er zijn 17 euro, dat is me sowieso niet, dacht ik, weet je wel. Nou, in ieder geval, het antwoord was, it's high noon. Ja. It's high noon. Ja, dus 0 punten voor jou, Harm. 10 punten voor Joost, dat betekent 30. 12 als eindscore. Joost heeft alweer iets gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, ik ben het. Dankjewel. Oké, dat betekent dus voor de tussenstand dat het 3-2 is voor Harm. Ja, yes. Hij staat nog voor. Ik sta nog steeds voor, Joost. Hey, het kan nog alle kanten op, hè? Dat bedoel ik, ja zeker. Want we zijn net iets over de helft nu. Ja. Dus zoals je ook net al zei, het kan inderdaad alle kanten op. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Check natuurlijk ook nog eventjes de vorige video ergens hier
uit. Vergeet natuurlijk eventjes niet te liken, te abonneren en natuurlijk even op dat belletje te drukken. En hopelijk zien we jou weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Voor de Win. Later. Doei.